Deze vraag heb ik al veel ontvangen. Een klant die geverfd licht haar heeft, die terug wilt naar een balayage. Ik heb te maken met een uitgroei van ongeveer 3 cm, een balk van 10 cm met wat warmte erin en een lichtere punt. In dit filmpje laat ik jullie een balayage techniek zien die je in één behandeling kan toepassen. Nou, ik gaf al aan, ik heb te maken met een uitgroei, een stukje warme lengte wat ertussen zit en een lichte punt. Ik gebruik van Kis Snow White met Kerabond en 3%. Voor de donkere aanzet gebruik ik van de Safe Shades de 6,5 en 6,5 met DMI. Waarom ik DMI gebruik, kom ik zo later nog op terug. Ik deel eerst een money piece af, want ik wil namelijk in het gezicht veel helderheid hebben, wil ik het echt licht hebben. Deze afdeling is ongeveer 2 cm breed en dat doe ik bewust. Want ik wil namelijk dat aan de voorzijde van het gezicht dat het helemaal blond is, maar niet daarachter. Dus zo dadelijk ga ik ook met verf de achterste stuk inzetten. Dus als de bovenkant van het haar van je passé een beetje uit de folie piept, dat is niet erg. Ik zet dus alles in met 3% met de Snow White met Kerabond. Ik heb niet meer dan 3% nodig, want dat is genoeg om door het warme stukje heen te komen en de lengtepunten nog even iets meer te verhelderen. Ik klap mijn folie mooi dicht, zodat ik zeker weet zo dadelijk dat mijn klant gewoon kan kijken dat de folie niet in het gezicht zit. Aan de andere kant doe ik zo dadelijk exact hetzelfde. Ik gebruik een puntkam van Hercules. Het voordeel van deze puntkam, want ik ga daar geheid vragen over krijgen, is dat de steel net zo lang is als de breedte van mijn folie. En dat vind ik ideaal met folie zetten. Want ik denk dat jullie allemaal wel weten, als je een puntkam hebt met een normale pin zeg maar, dat die net even wat korter is dan je folie. En dan de buitenkant van je folie gaat dan altijd omkrullen. Dus deze kam is van Hercules met een extra lange steel die net zo breed is als je folie. En dan kan je wat netter werken. Ik gaf daar net al aan dat ik de aanzet in ga zetten met de 6,5 en 6,5 van de Safe Shades met DMI. En dat doe ik heel bewust. Want met de DMI weet ik zeker, als ik de volgende keer de balayage weer wil ophalen, dat het makkelijker is om er doorheen te komen met je blondering. Wanneer ik ga werken met 3% in het haar, dan is het weer moeilijker om daar doorheen te komen. Dus je moet er ook altijd een stap vooruit denken. Dus DMI is voor dit geval meer dan genoeg. Nou, ik neem hele dunne passeetjes op en ik zet mijn aanzet, zit ik ongeveer voor 3 centimeter in. En jullie zien ook dat ik met mijn kwast net even in mijn folie ga. Dat ik net even die aanzet meetip aan de achterzijde van mijn passé, zodat ik zeker weet dat daar ook donkerder, of dat het haar ook wat donkerder wordt. Het grote voordeel is, wanneer je het haar donkerder maakt, dat het lichte haar, het geblondeerde haar, lichter lijkt. Dus eerst zet ik overal de uitgroei ongeveer 3 centimeter in, fijne passeetjes opnemen. En wat heel belangrijk is bij deze techniek, en eigenlijk altijd, is dat je handschoenen schoon blijven, dat je geen verf op de lengtepunten krijgt, want dat kan weer nadelig zijn zo dadelijk voor je balayage. Dus werk heel schoon en netjes en zorg dat er geen verf op de lengtepunten komt. Wanneer ik alle aanzetten heb ingezet, ga ik terug naar de voorkant. Jullie zien hier dat ik een passé heb genomen en ik heb dus 3 centimeter ongeveer met de aanzetkleur ingezet. Hier tegenaan zet ik direct mijn blondering. Ik kies ervoor om veel helderheid dan daar in het gezicht te creëren. Je kan er ook voor kiezen om verder te gaan met je aanzetkleur, dat je juist wat meer diepte creëert. Nu zien jullie daar een beetje roze stukje in het midden, maar dat geeft niks. Dat komt omdat mijn verf aanraakt, maar mijn blondering is sterk genoeg om daar doorheen te gaan. Het is ook maar net een veegje. Ik ga met horizontale passés verder. Nou, ik wil nog steeds helderheid in het gezicht hebben. Dus ik kies ervoor om nog steeds het lichtere te laten domineren. Dus nogmaals een passé met mijn blondering zet ik er tegenaan. Ik werk met een plankje en daarop mijn folie, want daardoor kan ik makkelijker mijn product in het haar krijgen en is de verheldering net eventjes wat sterker. En ik werk natuurlijk maar met 3%, niet te veel, dus mijn plankje zorgt er ook nog voor dat hij net even iets meer krijgt. Deze folies klap ik niet dubbel. Ik vind dat allemaal veel te veel werk. Het is namelijk al even een karweitje om deze techniek in te zetten. En het spaart je echt tijd om een transparante folie op je folie te leggen. En dan kan je ook nog een keer zien wat het kleurproces doet. Nu ga ik aan de slag met mijn donkerdere kleur. En dat kan je ook zien. Ik laat hem nu verder naar beneden glijden. Zodat ik zeker weet dat het daar donkerder wordt. En dan creëer ik dus dat balayage, dat schaduweffect creëer ik weer in het haar. Dit alles gaat dus in één behandeling. Nu gaf ik aan dat ik met half 6N en halve 7N werk met DMI. Nu hebben jullie misschien wel de vraag, ja maar Natasja, je moet het haar toch voorpigmenteren? Normaal gesproken is dat ook zo. Maar ik zit met een warm tussenstukje, dus daar zit al warmte. En ik weet van de Safe Shades dat ze niet doorslaan en ik wil toch in een iets of wat koelere tint wil ik eindigen. Vandaar mijn keuze om er niets bij te doen van een kopertint om hem voor te pigmenteren. Nou, nu zien jullie weer mijn highlight. Die gaat weer hoger. Ik gebruik hele sluisjes. Ik ga niet uitmazen. Klein stukje donkere kleur. En zo werk ik mij weg naar boven. Ik blijf werken in mijn horizontale passés. Ik kam hem eventjes door, dat het allemaal wel een nette passé is. Ik leg mijn folie weer op mijn plankje. En ik ga zo verder tot ik bovenaan gekomen ben bij de scheiding. Nu pak ik weer mijn donkere kleur, want ik wil echt die balayage, dat schaduweffect, wil ik er weer in creëren. De punt gaat er weer in met mijn blondeer en nu zien jullie weer, hij kleurt een beetje roze op, maar straks zullen jullie zien dat het gelijk weer verdwijnt, dat hij mooi helder blond wordt. Laat ook altijd de kleuren mooi met elkaar blenden, dat je niet met een hele strakke rechte lijn gaat werken. Stap voor stap werk ik nu door naar de bovenkant. Oh kijk, het wordt helemaal eventjes licht. Ik wilde namelijk eventjes in de spotlight staan. Nee hoor, grapje. Het is namelijk dat het licht soms reflecteert op mijn folie. En ik weet niet hoe dat ik anders de camera moet behandelen. Dus af en toe wordt het licht een beetje helderder. Ook weer hier de aanzetkleur. Maar nu ga ik een beetje diagonaal werken. Dus aan de voorkant wil ik hem wat lichter. En naar achter toe een klein tikkeltje donkerder. Hier heb je dus helemaal de vrije hand in. Want wil je juist je balayage juist wat lager plaatsen, dan ga je langer door met je natuurtint. Maar ik wil echt wel dat hij wat lichter is in het gezicht, want dat heb ik namelijk met mijn model afgesproken. Bij deze passé ga je dat ook weer goed zien. Ik ga aan de voorzijde gaat mijn blondeer juist weer wat hoger. En aan de rechterkant zorg ik ervoor dat mijn aanzetkleur weer wat lager komt. Maar net wat ik aangeef, je kan hier zelf creatief in zijn. Als je er maar wel op let dat beide kanten gelijk zijn. Hier zie je mijn diagonale kleur goed geplaatst. Mijn blondering plaats ik daar ook weer mooi diagonaal tegenaan. En dan laat ik mijn plankje naar beneden glijden, want het haar is wat langer. Om dan toch de gehele punt allemaal goed in te zetten. Bovenop het haar wil ik eindigen met wat highlights. Dus dat er ook wat lichtere lokjes tot de aanzet aan de bovenkant te zien zijn. Dus ik pak mijn passé en ik maas hem uit. De lokjes die ik heb uitgemaast, die zet ik helemaal in de blondering. Kijk, nu zien jullie ook weer het grote voordeel van mijn lange puntkam. Is net even wat makkelijker werken. Ik blend hem met mijn aanzetkleur en zet deze passé in zijn geheel in de blondering. Deze die klap ik dus wel op, want ik moet aan de onderkant van mijn passé, die moet ik namelijk ook nog kleuren. Dus deze passé die vouw ik op tot een pakketje. Dat kan je nu ook zien. Ook voor mezelf om de duidelijkheid erin te houden. En dan kan ik makkelijk de passé daaronder kan ik dan ook weer kleuren. Ik zal dan eerst met mijn aanzetkleur gaan werken. Dat zien jullie hier ook. Zodat ik echt die highlight bovenop er mooi in krijg. En dan de lengtepunt zet ik weer eventjes in met mijn 3% met de Snow White om hem mooi te verhelderen. En weet je wat het grappig is met mijn model? Ze was zo relaxed dat ze af en toe in slaap viel. Dus jullie zullen misschien zien dat ze af en toe een beetje wegdoezelt. Nou ja, zo ontspannend kan natuurlijk het kappersvak zijn. Dit is mijn laatste passé. Die heb ik dus ook uitgemaast. Ik doe exact hetzelfde. Dus ik zet deze in met mijn blondeer. En daaronder gaat weer mijn aanzetkleur. Nou, wanneer ik dan de ene kant gedaan heb, ga ik naar de andere kant om vervolgens als laatste de achterkant in te zetten. Wanneer ik aan de achterzijde ben aangekomen, krijg ik te maken met een ander verhaal. Want ik wil hier echt wel terug die balayage in krijgen. En zoals jullie weten met balayages aan de achterkant is die altijd lager. Dus ik zet een heel groot gedeelte in met mijn verf. Met mijn Safe Shades, met de halve 6N en de 7N met DMI. Om daar echt weer die diepte erin te creëren die ze dus nu niet meer had. En wat ik al aangaf, ik heb heel veel vragen van jullie ontvangen van hoe zet ik nou een balayage weer terug in geblondeerd of in lichter geverfd haar. Nou, dit is dus voor mij de snelste techniek, want het is haast in één behandeling. Ik zet namelijk de aanzet en de lengtepunten in één behandeling in en dan hoef ik straks aan de wastafel alleen nog maar te tonen. Wanneer mijn passé te breed wordt aan de achterzijde, splits ik hem in tweeën. En dan ook nu weer ver, ja, hoeveel centimeter zal het zijn? Ik denk wel 30 centimeter zet ik de aanzet in met de donkere tint. En het mooie is dat ik dus dit gewoon in één keer kan doen op dit haar, op deze basis, zonder voor te pigmenteren. Want ik sta zelf ook nog in de salon en ik wil zo snel mogelijk deze techniek wil ik erin hebben. Nu vragen jullie je misschien wel af, waarom zet je nou de aanzet niet in met de soft shades? Want de soft shades is onze ammoniavrije kleuring, onze spoelingvorm. Maar ik wil wel dat de kleur zo lang mogelijk blijft zitten. En wanneer ik ga werken met de DMI, dan maak ik een verfspoeling ervan. En dan is die ten alle tijde wel sterker dan je soft shades. De soft shades, wat ik al aangaf, zijn ammoniavrij en lichten het natuurhaar niet op. Dat is echt het grote voordeel. Maar voor nu heb ik net even wat sterkers nodig. Maar wel in die mate, wanneer de klant weer terugkomt en de balayage moet weer wat hoger gezet worden, dat ik dan ook weer makkelijk dat gedeelte kan oplichten. Want ik wil niet dat ik het permanent ga verven en dat ik straks weer met een foeilelijke oranje balk zit waar ik weer vanaf moet komen. Nou, wanneer ik dan aan de bovenkant weer ben aangekomen, ga ik weer door met mijn highlights. Die zet ik dus helemaal in. Die folie klap ik dus ook weer dicht, dat ik precies zie wat ik doe en waar ik gebleven ben. Met deze hele techniek ben ik ongeveer 45 minuten bezig. Zou ik deze in de salon doen, dan laat ik een leerling mij meehelpen en dan heb ik hem echt in een half uurtje erin zitten. Maar doe je het in je eentje, dan moet je er ongeveer 3 kwartier voor uittrekken. Na een inwerktijd van 45 minuten check ik hem en dat gaat heel goed natuurlijk met mijn transparante folie. En ik zie al mooi dat het geel wat in de punten zat is weggetrokken. Wanneer ik hem dan ga uitspoelen, trek ik alles in één keer eruit. Ik heb nu zelfs een klein beetje het voordeel van mijn aanzetverf dat die nog tijdens het uitspoelen de lengtepunten al een heel klein beetje doet tonen. Wil niet zeggen dat ik hem ga emulgeren, want ik spoel hem in één keer uit. Maar die aanzet of de aanzetkleur heeft nog wel wat invloed op mijn lengtepunten. Na het nawassen van deze kleur heb ik het stappenplan van Kis er nog op gezet om de lengtepunten weer aan te vullen met de keratine dat mijn toner zo dadelijk goed houdt. Ik heb dit niet op de film gezet omdat het anders een veel te lang filmpje werd. Ik ga het haar tonen met de 09N en de 08B van de soft shades. En wat ik ga doen is eerst de aanzet inzetten. Dus niet de lengtepunten. De lengtepunten zijn namelijk al wat lichter en ik heb hier te maken met iets meer warmte tegen het geverfde haar aan. Dus ik zet mijn toner eerst daar en die geef ik dus 10 minuten voorsprong. En na die 10 minuten zet ik de lengtepunten in. Wanneer alles dan in totaal 20 minuten heeft gezeten, spoel ik hem uit en was ik hem nog een keertje na. Ik ga het feunen. En nu zien jullie al een beetje het eindresultaat, maar zodra ik in het droge haar zien jullie het natuurlijk beter. Ik gebruik de Glam Shine van Royal Kiss. Dat is een serum die heerlijk in het haar wordt opgenomen, want het haar blijft natuurlijk geblondeerd. Nu heeft mijn model wat fijner slappe haar, dus ik gebruik ook nog de Kerabond en die gaat over mijn serum heen. Wanneer je dan het haar gaat feunen, doe ik feun dan wel met de schubbelaag mee naar beneden. Hier zien jullie al heel mooi hoe dat mijn diepte er weer ingekomen is die mijn model dus miste. En wat nou ook weer het balayagegevoel terug in het haar brengt. Nou, dan gebruik ik de Kera spray, want ik ga er nog even de krultang doorheen halen. Maar zien jullie hoe mooi dat de kleur is geworden aan de aanzet? Dat hij heel mooi zacht verloopt, omdat ik dat achterkantje nog even met donker heb ingezet. Nou, mijn krultang gaat er verticaal in. Ik laat even de warmte zijn werk doen. En dan, ja, zo dadelijk dan zien jullie weer het prachtige resultaat. Dat er weer heel mooi die balayage in zit, die ze dus misten. Nou, komt zij dus na een aantal weken terug in de salon. Dan ga ik de moneypiece bijwerken, plus de highlights bovenop. Maar de balayage die kan echt wel, nou ja, een maandje of 4, kan die zo wel blijven zitten. En dan hoef ik die pas om de 4 maanden op te halen. Maar die moneypiece en die highlight is belangrijk dat ze gewoon om de 6 weken daarvoor terug in de salon komt. Nou, hier zien jullie aan de achterkant mooi weer die diepte erin. Wat we dus juist willen zien, wat we dus misten in dit haar. Nou, ik vind het zelf een prachtig eindresultaat geworden. Het model is er ook heel blij mee geworden. Dat kunnen jullie hier niet zien op het filmpje. Maar dit is echt de meest snelle techniek om de balayage weer terug te zetten bij je klant voor in de salon. Hiermee kunnen jullie weer lekker aan de slag en vooral heel veel klanten blij maken bij jullie in de zaak.